Renault Antwerpen. De auto's van stad. Dadels en melk staan klaar in de hal als ontvangsthapje voor de leerlingen van de nieuwe ECRA-school. De Federatie van Marokkaanse Verenigingen richtte het schooltje op met de bedoeling kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar, vooral van Marokkaanse afkomst, vanuit een ander perspectief te onderwijzen. Een thuiscultuur van de kinderen vinden, geven we hier een volwaardige plaats. Dat moet zeggen dat we het welbevinden heel belangrijk vinden en zorgen ervoor dat de thuiscultuur van de kinderen volwaardig aanwezig is in school. Tweede punt misschien dat we onderscheiden van andere scholen, want andere scholen doen het ook hun best hoor, is de intensieve betrokkenheid van de ouders. Ik denk dat het niet onjuist is om vast te stellen dat de middelen die tot nu toe allemaal aangegrepen zijn geworden, niet de resultaten hebben opgeleverd die men eenieder ervan verwachtte. En dus misschien is een andere aanpak, een gedifferentieerde aanpak nodig. Dat zal blijken. De school is overtuigd van het slagen van haar methodiek. Dit project vloeit voort aan het vorige project, de ECRA Vlaanderen. Dat is een project dat kinderen helpt met leermoeilijkheden. En dit methodiek hebben we al 5, 6 jaar toegepast. En dat gaf heel goede resultaten. En dan hebben we het overgenomen en nu passen we die toe op het regulier onderwijs. Er is plaats voor 70 kinderen op de school en op enkele plaatsjes in het eerste leerjaar na zijn alle zitjes al bezet. Het overgrote deel van de kinderen in de ECRA-school is van Marokkaanse afkomst. 2 op 10 heeft nog een andere nationaliteit.